gebroken en opnieuw op zijn oude lijst vastgespijkerd. Vastgespijkerd! Deze buurt wordt bewoond door barbaren! Ene keer, 13
maandenlang. Geld. Gesloten. Stilte, honger, ziektes. Daar groeide gras op de straten van Antwerpen. 420 dagen lang. Tot de val van Antwerpen. Groeide bloemen, planten, groenten,
Je hebt daar ook chique wolven van Plezantie. En daar kwamen de heren van de buiten genieten hier van de Sipili Drop in de bossen. En niet omdat men hier alleen maar wortels met kreeg. Want je kon je geen groente indekken. Of je groente hier aan de oevers van de Sipili. van de Aijendijk voor het vlees en de kleine van het
Jezus, waar zou hij al dat slachten? Toen moest opletten dat hij niet uitgleed over het bloed dat door de straten gutste en gloed. Dat zingt wel, dat eenvoudig leven op de buiten, op die akkers. Ik vond dat niet, hè? Zei ik dat niet? Nee, dat simpel, eenvoudig leven. Alleen maar een beetje opschuiven. Ik vind dat niet goed. Nee, ik vind dat ook niet goed. We moeten die stadswal eruit halen. Stad dubbel zo groot in één keer. Opgelost. Stop. Jij bent stop. We gaan een beetje op de buiten zitten spelen met de wortel. Alleen man. Daar gaan die hoven en alles, dat gaat verdwijnen. Ja. En dat prachtig zicht dat ik had van op de stadswal, over de akkers en dat is weg. Altijd gekomen. Dat is 700 meter. Het wonderlijke jaar 1863. De tol op de Schelde, afgekocht van de Hollanders. Dat was echt de werf van de eeuw, waar een gelukzoekers uit Kempen en Waasland kon spelen. En al die mensen die moesten nergens wonen, eten. Dus de ruimte tussen de oude en de nieuwe landen werd volledig verkaveld. En dus de akkers en het groen en de hoven die verdwenen. Het bouwwoede en speculatie dat floreerde en de stad explodeerde. En daarbovenop kwamen we al die gelukzoekers die naar Amerika wilden, de migranten. De Red Star Line verkocht de tickets, maar niet iedereen was fit of gezond genoeg om op die boten te geraken. Noodgedwongen bleven zij achter. De losers. Maar op zij werden nieuwe Antwerpen maken. Landverhuizers, reizigers, zeelui, onze wijk is een echte Antwerpenwijk.
kan ik hier slapen? Na de gigantische bouwwerk, met het afbreken van al die testen, het afbouwen van die testen, hebben ze aan de waanzinnig binnen de nieuwe intramuros. En we draaien niet alleen om de baksteen, maar ook een groene, voor de eerste in de geschiedenis van Antwerpen. We gaan de bomen aan. Thank you.
1902? In de praatgroep ligt de lichtwagen in brand. De paard van Oostwester, Maria Schreger, verbrand levend op de wagen. 1905, Centraal Stationsstraat. 1906, ze bouwen muren om de steekjes van de zeeboek. Is van iedereen.